Hoi, ben ik weer. Ik hoop dat hij deze keer zonder al te schokkend beeld opneemt. Ik weet niet wat er met hem is. Ik maak weer een filmpje omdat, nou meestal ben ik wel vrij positief met, nou ja, vertellen hoe het gaat en zo. Maar ik heb vandaag gewoon echt zo'n, nou, klote dag kan ik het wel noemen. Ik heb gisteren mijn Avonex geprikt. En nou, eigenlijk al een uur daarna, normaal duurt het wel 4 uur of zo, maar al een uur daarna kreeg ik spierpijn. En ik werd heel licht in mijn hoofd. En, goh, ik voel me gewoon beroerd eigenlijk. Nou ja, toen om een uur of 11:30 of zo zijn we naar bed gegaan. Toen heb ik niks anders gedaan dan liggen woelen, draaien. Spierpijn, zuchten. Echt verschrikkelijk. Na 1,5 uur moest ik alweer naar de wc. En weer in bed, weer woelen, draaien en weer hetzelfde verhaal. 1,5 uur later, weer naar de wc. En wij hebben alleen een wc beneden, dus dat is dan ook zo fijn, omdat dat je dan die trap af kan strompelen, in mijn geval. Nou ja, ik had me voorgenomen vanmorgen naar de sportschool te gaan. Of tenminste, voorgenomen. Ik ga altijd op maandag naar de sportschool. En woensdag en vrijdag. Maar ik dacht, ik moet echt even wat slapen. Want zo gaat het niet. Ik geloof dat ik pas om 4 uur of zo in slaap viel. En dan om 7 uur werd ik weer wakker. En nou, daarna ging René weg dan. Dus heb ik nog even geslapen. Ook. Ik slaap dan wel maar heel onrustig en heel veel dromen en zo. Dus, nou goed, de sportschool heb ik vanmorgen overgeslagen. Ik denk, ik moet even een beetje bijkomen. Ik weet niet of je het kan zien, maar mijn oogleden die, ja, het beeld trilt zelf. Maar mijn oogleden die trillen de hele tijd. Een soort vermoeidheid, denk ik. Heel irritant ook weer. En alles wat ik doe gaat mis. Ik laat van alles vallen. Alles valt om. Bijvoorbeeld, ik doe mijn mascara op en dan zit het hier helemaal zwaar. Ik zet de stofzuiger neer, die valt om. De hele tijd gaat het gewoon kloten. Nou ja, en ik moest eigenlijk om 1 uur dan naar een cliënt. En om 11:30 belde zij zelf gelukkig af, omdat ze zelf ziek is. En ik was wel gegaan hoor, ook al voel ik me niet op en top, maar ja. Ik was blij dat ze afgebeld had. Huh? Hoe zeg ik? Ja, mijn Nederlands wil ook niet allemaal, ik weet niet hoor. Nou, in ieder geval genoeg gejengel. Ik wou het gewoon even kwijt. Om even te laten zien dat je ook wel eens een mindere dag. Nou ja, alle MS'ers onder ons die weten dat wel. En wat er met die webcam aan de hand is, ik weet het niet. Misschien wordt het tijd voor een gewone camera. Als ik weer eens geld heb. Nou. Volgende keer beter. Doei!